En het blijkt dat vooral eigen werknemers positief reageren als een bedrijf maatschappelijk van het onderneemt. Werknemers raken meer gemotiveerd en dat heeft natuurlijk ook voor het bedrijf zelf positieve gevolgen. In de tweede plaats zien we ook wel dat klanten positief reageren, maar minder sterk als eigen werknemers. Maar ook dat heeft dus een positief gevolg, bijvoorbeeld voor de afzet, maar in geringere mate. De partij die het minst gevoelig blijkt voor maatschappelijk van het ondernemen, vooral voor midden- en kleinbedrijf, zijn eigenlijk de banken. Ja, wij hebben op verschillende manieren gemeten wat bedrijven aan maatschappelijk van het ondernemen doen en wat de gevolgen zijn. Enerzijds hebben we daarbij gebruik gemaakt van grote databanken van ratingsbureaus zoals Sustainalytics. Die meten met ongeveer 150 indicatoren wat een bedrijf aan maatschappelijk van het ondernemen doen. En wij hebben gekeken naar de indicatoren die meten in hoeverre bedrijven maatschappelijk van het ondernemen implementeren. En naar de indicatoren wat nou de effecten zijn op CO2-uitstoot, op watergebruik en dergelijke. Dat is één onderzoek. Een ander onderzoek hebben we zelf een dergelijk datamateriaal verzameld voor meer dan 10.000 bedrijven in Europa, midden in het midden- en kleinbedrijf. Want die ratingsbureaus die hebben dus wel voor grote bedrijven data, maar niet voor kleine bedrijven. Die hebben we zelf verzameld. En wat zijn de uitkomsten? De uitkomsten zijn dat er inderdaad een significant verband meetbaar is in de mate waarin een bedrijf maatregelen neemt of om maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm te geven, bijvoorbeeld door het stellen van targets of door het rapporteren andere soorten maatregelen die tot doel hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen te integreren in de bedrijfsorganisatie. En er is inderdaad een significant verband, want als bedrijven dat doen, leidt dat inderdaad tot minder CO2-uitstoot of tot minder energieverbruik. Voor andere parameters vinden we ook wel geen verband, dus het beeld is wel gemengd. Wat kan bedrijven stimuleren? Ja, het is natuurlijk maatschappelijk van ondernemen is natuurlijk heel belangrijk, niet alleen voor bedrijven zelf, maar ook voor de overheden. Want maatschappelijk van het ondernemen heeft goede maatschappelijke effecten. Nou, we hebben dus ook onderzocht wat drijft bedrijven nou tot maatschappelijk van het ondernemen. En wat we daarin zien is enerzijds dat ook institutionele maatregelen die de overheid kan treffen, positief bedrijven aanzetten tot maatschappelijk van het ondernemen. Eén voorbeeld is de mate waarin bedrijven ook rapporteren, dus een soort rapportageplicht hebben. Uit ons onderzoek blijkt een significant verband tussen de mate waarin bedrijven internationaal dus die rapportageplicht hebben en de mate waarin ze maatschappelijk van het ondernemen oppakken. Dus dat is een voorbeeld die beleidsrelevant is, want dat betekent dat overheden na kunnen denken hoe ze dergelijke rapportage verplicht op een goede manier kunnen opleggen. Zijn er andere factoren naast de overheid? Ja, we hebben ook gemeten in hoeverre marktpartijen reageren op maatschappelijk van het ondernemen van bedrijven en dus ook een stimulans bieden. En het blijkt dat vooral eigen werknemers positief reageren als een bedrijf maatschappelijk van het onderneemt. Werknemers raken meer gemotiveerd en dat heeft natuurlijk ook voor het bedrijf zelf positieve gevolgen. In de tweede plaats zien we ook wel dat klanten positief reageren, maar minder sterk als eigen werknemers. Maar ook dat heeft dus een positief gevolg, bijvoorbeeld voor de afzet, maar in geringere mate. De partij die het minst gevoelig blijkt voor maatschappelijk van het ondernemen, vooral voor midden- en kleinbedrijf, zijn eigenlijk de banken. Want midden- en kleinbedrijf geeft aan dat banken eigenlijk in hun kredietverlening nauwelijks op maatschappelijk van het ondernemen letten. En dat is eigenlijk een gemiste kans. Want als bedrijven in hun kredietverlening zouden merken dat maatschappelijk van het ondernemen ertoe doet, dan zou dat natuurlijk een geweldige stimulans weer zijn voor bedrijven om dat thema op te pakken. Dus ik zie daar een hele belangrijke rol, maatschappelijke rol voor het bankwezen.